Vandaag is de opening van de groen gasinvoering bij het bedrijf Arie van der Groepen en Sonen in Bunschoten-Spakenburg. Het is de grootste groen gasinvoerder van Nederland. Agroenergy heeft het groene gas van deze installatie gekocht. En helpt de ondernemer ook bij het in bedrijf stellen van deze installatie richting de invoering. Dan vraag je af, wat is de link met de tuinbouw? De sector waar we normaal met de gaslevering actief in zijn. Het is zo dat tuinders kunnen door het aanwenden van groen elektriciteitsrechten en groen gasrechten milieusubsidies krijgen. In de zin van groen financiering, maar ook Famel en Aya telt het voor mee. Dus tuinders hebben behoefte aan groen gecertificeerd gas. Daarnaast is het zo dat deze installaties eigenlijk net als WKK's kunnen uitwisselen tussen elektriciteitsproductie en gasproductie. En ook dus meer en minder kunnen gaan produceren. En dat werkt dus heel goed in combinatie met onze handelsproducten AgroTrade Gas en AgroTrade Power. Vandaar dat wij deze ondernemer ook echt van dienst kunnen zijn.